En dan komt het goed. En Nilam is er. Even kijken. Goed. Zo. Goedenavond. Goedemiddag. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Hoe is het? Gaat, dank je, met jou? Ja, gaat nu wel goed. Good. Ja. Ben je ready voor vandaag? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal wordt. Mijn licht is hier een beetje minder. Is niet erg, ik zie je goed. Heb je de vorige afleveringen gekeken? Ik heb even een glimpse gezien. Ik heb niet alles bekeken, maar ja, ik heb ongeveer een idee wat het wordt. Still nervous. Oké. En natuurlijk, ben je ready om aan het eind van het programma te zingen? Ja, zeker, zeker. Oké. Hey, waar ik sowieso met je wil beginnen, is voordat we met Raadjes Game Night beginnen, wil ik je met iets met je bespreken. Ik zag laatst, of tenminste gisteren of vandaag, zag ik een nieuwsartikel over wat je vond van dat Surinaamse artiesten minder als het ware gezien worden dan ja, buitenlandse artiesten. Ja, nou, het heeft eigenlijk te maken met heel veel dingen. Gewoon om hun eigen muziek ook en de behandeling die ze hier krijgen binnen verschillende organisaties. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Dus niet per se dat ze niet worden gezien als buitenlandse artiesten, maar er zijn veel meer punten die ik wilde aanhalen. Er zijn een paar punten aangegeven in het artikel, maar ik bedoelde veel meer dan dat alleen. Oké, maar denk je dat als je, laten we zeggen, een Nederlands artiest was, dat het anders zou gaan? Wat ik zelf heb vernomen van collega-zangers in Nederland is dat het ook gewoon zo bij hun is dat ze in hun eigen land ook gewoon minder gewaardeerd worden en dat mensen in het buitenland hun veel meer waarderen. Dus ik denk dat het een probleem is, of nou niet een probleem, maar het is gewoon een ding in elk land, zo om het zo te zeggen. Ja. Maar ik denk toch dat Suriname en Nederland gelinkt zijn. Dus het heeft gewoon met het gedrag te maken. Oké, en we hebben heel veel talenten in Suriname. Heel veel kinderen, heel veel jongeren, maar ook ouderen. Heb je een tip voor hun dat ze toch hun dromen achterna moeten gaan? Ja, zeker. Ten eerste wil ik zeggen, laat je ontwikkelen. Als je iets wil worden in het leven, ga je eerst scholen. We doen het ook gewoon, we gaan naar de lagere school. Je gaat zo verder. Dus daarom is het ook gewoon belangrijk om als je iets wil doen in je leven, dat je eerst laat ontwikkelen. En de mogelijkheden zijn nu groot. Je kan via social media al gewoon bereikt worden. Dus maak gebruik van de mogelijkheden die je nu hebt. Oké, goed. Dankjewel. Dan gaan we nu starten met Raja's Game Night. Het wordt gezellig. Ik kom meer over jou te weten. We gaan leuke spelletjes doen. Dus dat... oh. Goed, ben je ready? Ja, ik ben ready. Oké, natuurlijk altijd eerst de vraag, hoe is het echt met jou? Met mij gaat het. Ik heb twee vermoeiende dagen achter de rug. Ik ben niet aan het pakken toen je me appte. Maar ik heb kunnen uitrusten. Ja. Het lukt wel. Het gaat niet zoals het eigenlijk moet, maar het lukt wel. Oké, dat is goed, denk ik. Ja, gaat ook. Hoe is het eigenlijk dat we ja, nu weinig kunnen doen, niet net als vroeger? Hoe vind je dat eigenlijk? Voor mij is het eigenlijk, ik probeer zoveel als mogelijk alles een beetje positief te zien. Dus als er nu een pandemie is, probeer ik te kijken, wat kan ik anders doen? Dus ik heb deze hele periode geprobeerd om aan mezelf te werken. Schema's voor mezelf te maken. Wat ik eigenlijk in deze periode kan doen om mezelf te ontwikkelen, om mezelf te verbeteren. Dus dat is eigenlijk wat ik een beetje heb gedaan. Dus het is voor mij, nou, het is niet prettig om in zo'n situatie te zijn, maar ik probeer wel te surviven in deze situatie. Oké,
Nou zitten we dus ongeveer, ja, meer dan een jaar denk ik, echt in lockdown. Wat heb jij eigenlijk afgelopen jaar gedaan? Ja, dus zoals ik daarnet al zei, ik heb schema's gedaan. Ik heb geprobeerd om meer aan fitness te doen. Ja, eigenlijk ben ik al een beetje fit, maar ik wil nog gainen. Dus ja, ik wil die muscles nog hebben. Dus ik zit een beetje aan fitness te doen. Ik heb veel meer tijd met mijn ouders, met mijn broer kunnen spannen. Want je bent in een lockdown en dan ga je echt alleen met je familie zijn. Dus in vergelijking met toen ik constant aan het optreden was, elk weekend niet thuis was, heb ik veel meer met mijn ouders kunnen doen in deze periode. Dus ik ben wel dankbaar daarvoor. En ik heb mijn kamer kunnen reorganiseren. Ik heb in mijn kamer kunnen doen. Dus dat is een beetje, wat ik heb gedaan. Oké, nou je hebt een broer, dus dat betekent broer en zus. Je zit heel veel thuis. Hebben jullie niet af en toe een beetje ruzie, een beetje pity hier en daar? De familie kent ons als Tom en Jerry. Dat heb ik echt gezegd. Oké. Hey, in het afgelopen jaar heb jij een speciale kwaliteit ontdekt, zoals koken? Ben je beter gaan koken, beter gaan schoonmaken? Ja. Ik kook veel meer nu. Ik kan al koken. Ik kook nu veel meer. Ik probeer nieuwe recepten. Ja, ik help mijn moeder graag in de keuken. Dus dat is wel een van ze dat we komen. Oké, en wat is je favoriete gerecht? Mijn favoriete gerecht. Ik zeg dat ik van de Indiaanse keuken hou. Dus misschien een beetje paneer, butter chicken, biryani. Ja. Oké, stel dat ik nu naar Suriname zou kunnen komen. Hopelijk mag het, maar stel dat het kan. Nilem, wij gaan één dag chillen. Hoe ziet een dag met jou eruit? Oké, hoe ziet de nacht met mij eruit? Ik zou je ophalen. Ja. We zouden gaan ontbijten. Waar zouden we ontbijten? Laat zien. De juiste plek om te ontbijten. Ik zou zeggen, Sarah. Ja. Misschien ben ik reclame nu, no? Misschien moet ik dat doen. Erg. Oké, dan gaan we naar Sarah. Dan gaan we lunchen. Sorry, breakfasten. Vandaar gaan we naar Waterkant in de middag. We gaan in de stad. Als we in de stad zijn, gaan we rond Fortilandia, Terrarica daar. Intussen is het lunchtime, dus dan gaan we naar het vat of naar de garden. We gaan daar iets lekkers eten. Als we klaar zijn, denk ik dat we. Ik moet je uitbrengen, toch? Dus dan gaan we richting het binnenland. We gaan even zwemmen. Ik wil je binnen één dag genoeg van Suriname laten zien, dus dat wordt het dan. Okay. We gaan zwemmen als we terugkomen. Is er misschien een barbecue ready? Dus dan gaan we op het erf. We gaan lekker barbecuen. We zullen wel uitgeput zijn. Maar binnen één dag wil ik je genoeg in mijn gezelschap houden. En genoeg met Nina laten besteden. Dus we gaan barbecuen en daarna gaan we gewoon back to home. Is goed. Hey, je bent zangeres. Hoe lang zing je eigenlijk al? Oké, het begon allemaal op mijn achtste. Ik ging naar ICC. Op mijn tiende deed ik mijn eerste, of nee, negende deed ik mijn eerste optreden. En dat is dus op het Indiaas Cultureel Centrum. En dan op mijn tiende begon ik eigenlijk commercieel met meneer Chris Abkelauer. En dus ja, op mijn tiende begon ik allemaal commercieel. Ja. Wat zei je? Ja, op mijn tiende begon ik commercieel. Dus Dus deed ik optredens. optreden. Sorry? Echt serieus optreden deed je op je tiende. Klopt, ja. Is nu even kijken, 14 jaar geleden? Klopt. Zo, oké. Oké. Dus ja, oké. 14 jaar geleden. Stel, ik zeg tegen jou, je hebt 10 jaar, je mag toekomst kijken over 10 jaar. Waar wil jij het jezelf zien? Afgestudeerd. Ik zal dan werken. En heel veel samenwerking met andere artiesten. Hopelijk met een gezin.
In Suriname of Nederland? Ik weet het nog niet, maar ja, daar zie ik mezelf over 10 jaar. Oké, samenwerking met andere artiesten. Ligt er al iets klaar? Heb je al nieuwe muziek met nieuwe artiesten? Ja, in deze coronaperiode is het wel makkelijker om met mensen te communiceren, maar om het werk te doen zit je met lockdowns, et cetera. Dus ja, ik ben wel in gesprek met verschillende artiesten. Maar om het werk eigenlijk voor elkaar te krijgen, het loopt een beetje stroefjes, maar het zit in mijn agenda. Dus ja, het moet lukken. Oké, en stel nou dat je eigenlijk helemaal geen zangeres zou worden. Wat zou je dan worden? Danseres. Echt? Ja, ja, mijn kamer is toch wel wat netjes. Ik begon eerst met dansen, om het zo te zeggen. Ik begon eerst met dansen. Op mijn zesde ging ik al naar, of vijfde, ging ik al naar dansles. En ik heb meegedaan aan een danswedstrijd, waar ik de eerste plaats mocht nemen. En dan deed ik dus aan zingen. Dus als ik niet zou zingen, zou ik dansen. Oké. Nou kan ik me voorstellen, je doet veel optredens. Wat is jouw grootste blunder die jij hebt gehad? Oh God. Oké, grootste blunder. Ik zou toch zeggen dat me echt bijblijft. De president van India kwam naar Suriname. Ik weet even niet hoe die man heet. Het was geen Modi, dat is de prime minister, maar de president Ramnath Kovind of zo. In elk geval, hij kwam naar Suriname en het was World Yoga Day, dus het was in het KKF-gebouw en we moesten het volkslied zingen. Eigenlijk was het dus de bedoeling dat ik het zou zingen, maar er was een miscommunicatie, dus de andere zangeres was dus ook aanwezig. En ik begon eerst, zij begon eerst en tussendoor moesten we dat even stoppen en ik was like, oh my god, dit is het volkslied, je kan hier niet blunderen. Dus ja, er was niet echt een goede communicatie. Dus ja, ik blunderde eigenlijk. Ik begon te hoog, want ik dacht dat zij hoger zou zingen. En daar ging het dus mis. Maar dat zou ik rekenen dat een van mijn grootste punten is. Ik bedoel, twee presidenten zijn daar, zoveel officials. En dan begin je met het volkslied en dan moet je stoppen. Like, what happened? Oké. Hey, je bent zangeres. Wat is het gekste of het leukste dat jij hebt meegemaakt als zangeres? Het gekste, dat ik een kindje voor me zag huilen omdat ze gewoon zo blij was om het te zien. En ze heeft een kaartje van me gemaakt. Ik kwam gewoon aan op een event waar ik dus moest zingen. En ze hebben gewoon op me zitten wachten tot ik er ben. En ze is gekomen met een kaartje. Ik was in mijn kaart. Met, hey Nilam, ik heb dit voor je gemaakt. En ze begon te huilen. En ik vond dat zo lief. Like, oh, het is echt zo lief. En ik heb het tot nu toe. Ze heeft foto's uitgeprint en geplaakt en versierd met echt DIY. Ik weet niet, met knoopjes en dan tekeningen. Het was echt lief. Nou, dat is wel echt heel lief. Goed, je bent eerste vragenronde, ben je voorbij. We gaan een spel Dat vind spelen. ik wel. Dobbelsteen spel. Ik ga hem 3 keer in de lucht gooien. 6 opdrachten. Dus kijken wat het wordt. Ben je ready? Ja, ik ben ready. Nummer 3. Oké. Nummer 3 is. Je kan de reacties zien als het goed is op je scherm. Oké. Ik ga je vragen om 15 seconden zingen de reactie voor te lezen die we hebben. Oké. Gewoon allemaal, sorry. Ja, gewoon voor 15 seconden. Ik tel wel. Oké, ga maar. Oké, 3, 2, 1, go. Yes! Goedenavond, Raja en de kijkers. Diana uit Suriname. Ik kijk mee, Raja. Kajal uit Suriname. Goedenavond, Nilam. Succes met je programma, Raja. Fijne avond, Nilam, allemaal. Goedemiddag, Raja.
Hatje, Neil, hatje, hatje, hatje. Goedenavond, Raja. Oh, wacht, pas hier moet ik zeker doen. Hey, Ninam en Raja. Ja, daar was het. Oké, dat was leuk. Zes, oké. Okay. Je hebt je rijbewijs, toch? Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, ik heb mijn rijbewijs in Nederland gehaald. Ik heb gereden in Suriname. Maar ik kan me voorstellen, jij hebt je rijbewijs gehaald in Su. Beeld uit, dus wijs ons hoe jouw rijles was in Suriname. Je mag overdrijven, aanstellen, alles mag. Oké, okay. Ik zal maar zeggen, ik heb mijn rijbewijs in één keer gehaald. Zo. Dus mijn theorie en mijn rij. Maar wat ze me wel hebben gezegd is, dat ik moet oppassen als ik dus, ik moet niet. Oké, okay, mag ik dan beginnen? Ja. Dat is goed. Oké, okay, ben ik aan tijd voor morgen? Nee. Oké, mevrouw Madadir, nu hebt u examen gehaald, gefeliciteerd. Maar u moet wel zeker erop letten dat u niet gewoon zo remt. En dat u dus oplet als er voetgangers zijn, dat u voor ze stopt. En dat ze dus, dat ze dan voorbij laat gaan. En ja, dat was het eigenlijk. Ja, maar dus. Oh ja, en de knoppen moet u goed in de gaten houden, et cetera. Ja, dat was het een beetje. Het is een beetje soepel gegaan, dus ik had niet echt. Dat ik op dingen moest letten, maar ik ga gewoon mee met wat er gezegd wordt, dus doe maar. Ben je nooit geschreeuwd dat iemand zegt, rem, rem, rem? Ja, ik denk, ja, de eerste week moest ik dan wel mijn vader en mijn broer rijden. Dan gaan ze wel echt zitten op mijn hoofd. Nee, pas op! Ze zijn dan wel bang, maar ik blijf chill. Voor hun is het 10 keer erger als ik rijd, maar voor mij... Ik weet het, je gaat niet dood als je met me zit, dus let me just drive. Moet ik nu bang zijn als wij een dagje gaan chillen? Nee, je hoeft niet bang te zijn. Oké, dan gaan we voor de laatste keer gooien. 5. Oké, 5. Goed. 5 is een dansje doen. Dansje doen. Oh. Even verzinnen hoe je danst. Een klein stukje maar. Oké. Ik ga mijn TikTok dansje doen hoor. Ik heb laatst, dus ik zit al, dus dan doe ik het zo. Is goed. Wauw, oké. Ging best snel dat je dobbelstenen spel makkelijk voorbij bent gekomen. Maar goed, nu wordt het spannend. Ik ga je in totaal 10 vragen stellen. 1 blok heeft 5 vragen, dus je kan 10 punten verdienen. Op nummer 1 staat Shivam Rajaram samen met Sadhana Lila. Op nummer 2... staat Virish met 7 punten en Shivam en Sadhana staan met 8 punten. Dus jij kan de eerste plek pakken. Het zijn gewoon een paar quizvragen. Daar ga je een paar woordjes moeten spellen. Oké. Ja? Oké, ik ga beginnen met de quizvragen. Oké. Voor hoeveel procent bestaat het menselijk lichaam uit water? Is het 97%? 97? Ja. Nee. Ze zeggen dat gemiddeld 70% uit water bestaat. Oh god. Oké, is het niet erg? Je hebt er pas 1 foutje. Je kan nog de eerste plek krijgen. Oké. Nou, zonder schrik hoor, ja. Hoeveel dagen doet de aarde erover om 1 keer rond de zon te draaien? Do you really? You really? What? Raja. Wow. Maar als ik het ga vertellen, ga je denken, oh ja. Oh god, nee, dat doe je me niet aan.
Oké, can I pass? Maar nee, Oké, gok, gok. Doe één gokje. Oh god. Vraag me medical related questions, maar adreskunde. Oké. Nee, ik wil echt niet. Je gaat dit tot de grootste blunder maken van me. Zal ik het antwoord vertellen? Doe het maar. 365 dagen. Oké, wauw. Bij... Ik hield nooit van aardrijkskunde. Oké. Wat is het tegenovergestelde van analoog? Van nu... Tel, toch? Kijk, ik stel, je hebt een klok die analoog is en je hebt een klok die... Je weet niet met hoeveel zin ik hier zit, hè? Oké. Ik ga het simpel doen. Weet je nog die klok aan de muur, die ronde? Aha. Dat is analoog, toch? Ja. Met die wijzers die zo gaan. Maar je hebt ook een klok met cijfers. Hoe heet het op je... Nee. Die klok? Ik zou me stress. Ik weet niet wie daar Shri Matai is. Vraag me medical questions. Mooi, digitaal. Maar ik zei digitaal. Ik zei digitaal. Oké. Deze krijg je. Oh my god. Achteruit gaan kijken. Ik zei digitaal. Oké. Digitaal. Nou, ik ga je wat makkelijker vraag stellen. Hoeveel nullen... Uh-huh. Bevat een miljoen. Yes. Oké, die heb je goed. Oké, je hebt het... Oh my god, ik zit zo met stress hier. Oh god. Even kijken, je hebt er 1, 2, 2, 3, 4. Oké, nog één laatste dan. Mm-hmm. Je hebt 10 puppies. Ja, 10 puppies. Ze gaan dood op 6 na. Hoeveel blijft er over? Nog een keer? Je hebt 10 puppies. Ze mm-hmm. gaan dood op 6 na. Hoeveel puppies? 4. 4? Ja. Oké. Goed luisteren, ja? Je hebt 10 puppies. Ik heb 10 puppies. Op 6 na. Dood, ze gaan allemaal dood, toch? Nee, op 6 na, er blijft echt nog 6 over. Voel je niet leuk? Oké. Ik ga weer lief voor je zijn. Nee, doe maar niet. Oké, we gaan 2 keuzevragen spelen. Simpel, gewoon snel antwoorden. Zo'n vraag als Suriname of Nederland. Want je moet gewoon heel snel kiezen. Je mag geen gewoon in één keer, bam, antwoord. Ja? Ready? Daarna ga ik je vragen waarom je hebt gekozen. Suriname of Nederland? Suriname. Liever een hond of een kat? Een hond. Liever naar de toekomst of naar het verleden? Toekomst. Toekomst, oké. Wil je liever lelijk zijn, maar slim, of mooi en dom? Lelijk en slim. Lelijk en slim. Oké. Alles zingen wat je zegt, of je beweegt in slow motion? Alles zingen. Oké. Dan de volgende antwoorden die je gaat geven, dan moet je die zingend zeggen, ja? Oké. Oké, daar gaat die. Liever... Altijd jeuken, dus krabben. Of altijd pijn hebben. Liever altijd jeuken. Oké. Wanneer je wilt, ben je onzichtbaar. Of je hoeft alleen maar te knipperen zo. En wat je wilt eten, komt gelijk tevoorschijn. Liever ben ik onzichtbaar. Oké. Iemand... Gebruikte
ondergoed gebruiken of iemand gebruikt een tandenborstel? Eww, what? Eww. Ik studeer oral health therapy. Dat heeft dus te maken met tandheelkunde. Dus dit is echt, ik weet hoeveel bacteriën zitten in. Oh my god. Is die voor iemand gebruikt? Tandenborstel hoor. Tandenborstel. Oké, ik ga je vragen waarom je hebt gekozen voor Suriname. Ik ben hier geboren. Hier heb ik allemaal memories, dus ja, Suriname. Oké, je koos voor liever een hond. Ja, ik heb twee thuis. En ik heb gehuild toen ik een puppy zag, dus mijn liefde voor honden zijn echt. Je hebt gehuild voor een puppy? Ja, ik heb gehuild voor een puppy. Er was één schattige puppy, een van mijn vrienden, een schattige puppy. En toen ik hem voor het eerst ontmoette, heb ik gehuild. Oké. Liever naar de toekomst of naar het verleden? Mijn verleden, ik heb eruit geleerd, maar I wouldn't want to go back. So, ik wil gewoon hoog vliegen in spaceships en al, dus toekomst. Oké, en je koos voor lelijk, maar slim. Ja, yeah, I want to gain more knowledge. Je ziet het zelf met die quiz. Oké. Ja, altijd jeuk hebben of pijn hebben. Liever jeuk. Ja, waarom pijn, pijn? Dan jeuk ik maar liever en dan zit ik zo dan gewoon pijn. Pijn is no. Pijn is no. Ze zeggen ook no pain, no gain. Exactly, dat ook. Dat ook, maar in deze, als je me zegt, zit je hier liever lang met pijn. Ik zou toch liever willen jeuken. Dat is waar. En je wilt onzichtbaar zijn. Ja, ik zou wel gewoon anytime op plekken willen zijn. Dus als ik zeg maar nu naar Nederland zou willen, dan zou ik gewoon onzichtbaar in een vliegtuig gaan zitten. Niemand zou het doorhebben, zou ik in Nederland zijn. Oké. Ik weet niet of ik je deze wil vragen, maar iemands tandenborstel gebruiken. Oh god. En iemands ondergoed. Nee, dat, ik denk dat dat veel meer germs heeft dan in vergelijking met een tandenborstel. Dus vandaar. Ik denk dat je me echt gaat slaan als ik naar Suriname kom. Oh god. Echt. Oké, ja goed. Nu ga ik kijken hoe goed jij woordjes kan spellen. Oké, let's go. Ja? Je hebt net 2 punten gehaald. Zo, je kan er nog 5 krijgen. Dat is zielig. Ja, oké, let's go. Let's hope. Goed, we hadden net over barbecuen. Dus ik ga je vragen om het woord barbecuen te spellen. B-A-R-B-E-Q-U-E. B-A-R-B-E-C-U-E. Nog een E, zo'n trema. En dan een N. Oh, wow. Is niet erg. Dan een N. Ja, barbecuen. Oh, op zijn Nederlands. Ja. Ik dacht op zijn Engels. Ik heb het net op zijn Engels gezegd. Oké. Weet je wat we gaan doen? We skippen die. Alles in Nederlands, ja? Oké, alles in het Nederlands. Ja. Oké. Spel voor mij gymnastiek. Gymnastiek. G-Y-M-N-A-S-T-I-E-K. Is zeker? G-Y-M-G-M-N. Dus gym. Oké, opnieuw. Je had het goed. Waarom doe je zo, Raja? This is so mean. Ik dacht, ik moet je toch even. Ik ben toch wel, om eerlijk te zijn, ik ga dit is wel een van mijn weakest things. Ik werk eraan. Ik raak snel in paniek. Echt? Ja, dit is wel één ding waaraan ik moet werken.
Oké. Ik kan mijn vingers nu niet voelen. Zo zenuwachtig ben Ben je ik. zo zenuwachtig? Ja. Oké. Spel voor mij, papegaai. Oh, wauw. PAPEGAAI. Oké, die was makkelijk, toch? Oké, spel voor mij financiën. FINANCIE met een trema N. Wauw, oké, die was ook goed. Je hebt er al drie goed, dat betekent je hebt nog twee. Kan nog die 7 punten halen. Hygiëne. HYGIE met een trema NE. Oké, die was ook goed. En dan de allerlaatste. En dat wordt scenario. Scenario, SCENARIO. Zeker? Ja. Oké, dat was goed. Goed, je hebt in totaal heb je 7 punten gehaald. Dus je staat gelijk met Virish op nummer. Toch? Toch? Je hebt toch de Something. 7. Ik ben wel teleurgesteld in mezelf om die puppies. Want dat was echt een domme. Dat was een domme. Maar Maar heel veel ja. mensen trappen erin, dus is niet erg. Klopt. Goed, ik ga je nog een paar vragen stellen. Wat is het raarste bericht dat jij hebt gekregen? Het raarste bericht dat ik heb een huwelijksaanzoek van iemand uit Nederland, gewoon een random guy. Gewoon in je berichten. Ja, hallo. Nee, een vader zoekt iemand voor zijn dochter en hij wil trouwen. Hij wil dat ik met hem zo moet trouwen. Hij gaat goed voor me zorgen in Nederland. Dat vond ik echt wow. Oh mijn god, wat heb je toegedaan? Nee. Wat ga je zeggen? Oh mijn god, gewoon ergens in de middag gewoon bam. Ja, gewoon bam. Gewoon een heel bericht. Hi, je bent een heel leuk meisje. Je hebt talent. En ik zou je als een hele lieve en mooie schoondochter willen. En we hebben hier een huis in Nederland. En we gaan. Het zou leuk zijn of het zou goed zijn als je contact met hem opneemt en dan kunnen jullie trouwen. En nee. Oh mijn god, heftig. Oké. Wat is het gekste moment dat jij hebt gehad? Dus niet als zangeres, maar gewoon als Niele. Wat is het moment dat jij dacht van, oké, dit is wel echt next level? Bedoel je echt mindblowing? Ja. Ik denk elk moment dat ik een Bollywoodster ontmoette en dat ik, als ik even verstand, dat ze me complimenteerde. Dus dat is echt een wauw moment voor mij geweest. Dus echt zo van, als zij zeggen dat ik het kan. Dan... Precies, mooi. En wie is jouw voorbeeld? Wie is mijn voorbeeld? Mijn ouders zijn mijn voorbeeld. Ik kan geen. Een ander individu als voorbeeld zien aan mijn ouders. Oké, ook in de zangwereld? In de zangwereld, het is moeilijk voor mij om te zeggen dat ik één persoon heb, maar Lata Mangeshkar, Sunidhi en Sharma, die zijn echt mijn favorieten. En ik zou zeggen van, als ik echt technieken zou willen leren, dan zijn het van deze drie mensen. Oké. Heb je ooit iets gestolen? Zo ja, wat? Ja, op de lagere school pennen, wie doet dat niet? Heb Heb je ooit... je het ook gedaan, Raja? Ja, ik ging gooien met pennen. Ik ging gooien met etuis in de klas. Wauw. Ja, ik was een lieve jongen op school. Ben trots op je. Dus, nee, ik was. Ik kon wel lief zijn op school, maar ik was een beetje ondeugend. Oh, nee, maar ik ben I'm still trots. Ik ben nog steeds
Yes. Ben je ooit gepest? Ja, man, ik ben zeker wel. Dat heb ik wel meegemaakt. It's a horrible thing and please don't do it. En voor de kinderen die nu gepest worden, er zijn heel veel kinderen die gepest worden, zowel in Nederland als in Suriname. En ja, ze deden het bijna niet, ze houden het voor zichzelf. Heb jij een boodschap voor de kinderen die gepest worden en voor de kinderen die pesten? Ja, ik zou zeggen, denk aan de consequenties. Plaats jezelf in de persoonsschoenen. En it's a horrible thing to do. Geloof me. Ja, ik heb op de lagere school wel onder... Ik ga eerlijk zijn, ik ben altijd eerlijk. Onder vrienden heb ik wel meegedaan aan zoiets. En achteraf, als je dan terugdenkt, denk je echt zo van... You did a horrible thing. Dus... Als je ziet hoe iemand uiteindelijk erop reageert en als je zelf ook gepest wordt, dan pas ga je eigenlijk weten hoe het aanvoelt. Klopt. Oké, ja. Mooi gezegd. Stel, je zou 1 miljoen euro krijgen, maar je mag niet meer zingen, gewoon niet. Zou je dat doen? Dan ga ik het slim spelen. Ik zou... Oké, dus ik krijg 1 miljoen, maar ik mag niet meer zingen. Ik mag niet. Zingen is live, ja. Nee, zingen. Oké. 10 miljoen. Zingen is live. Hoe ga ik een dag zonder zingen? 100 miljoen. Je kan alles doen. Behalve... Dus als ik zou zingen, wat zijn de restrictions? Dan moet je die 100 miljoen terugbetalen. Oké. Dan. Dus je zou die nemen en dan zou je zingen. Dan... Ja, als ik het heb gedaan, dan geef ik het maar terug. Oké, dan ga ik iets anders stellen. Zou jij voor 1 miljoen voor 1 maand in de gevangenis zitten? Nogmaals? Voor 1 miljoen, 1 maand in de gevangenis. Zonder dat ik iets heb gedaan. Ja, maar je hebt geen contact met buitenwereld, geen contact met je ouders, geen contact met je broer, niemand. En ik mag niets meenemen? Nee. Ik moet gewoon zitten in een cellenhuis. Mm. 100 miljoen. Als ik eruit ben... Dan heb je wel 100 miljoen. Why do you give me these tricky questions? Ik zou moeten werken aan mijn zelfbeheersing. Dus... Ik zou het uitdagend vinden, daarom zou ik het doen. Oké. Dus je zou het voor 100 miljoen, 1 maand zou je het wel doen? 1 maand? 1 maand. 30 dagen. 30 nachten. Ik zou het niet kunnen, dus nee. Laat me gewoon eerlijk, ik zou het niet kunnen. Nee. Zou je ook huilen? Wat? Zou je huilen in de gevangenis? Natuurlijk! It's so depressing. Who wants depression? Nee. Hey, maar sommige mensen die willen juist, ja, soms rust. Ik zeg niet dat je daar de gevangenis in moet, maar sommige mensen willen... Oh man. Stel een maand lang dan om 1 miljoen of dat zou ik mijn ouders niet zien. Of dat zou er zoveel gebeuren buiten het cellenhuis dat ik zou missen. Nee. Oké. Goed, ik ben benieuwd. Je bent in je kamer. Heb je foto's van vroeger of iets van vroeger in je kamer? Ik heb wel iets van vroeger. Ik heb geen foto's, wel iets van vroeger. Kan je dat erbij pakken? Het is wel op een plankje boven. Laten we dat niet doen voordat je valt. Maar vertel wat het is.
Het is een Tweety-beertje. Dat is zo'n gele beertje, toch? Klopt. Een vogel. Laat me zien als ik het laat zien hoor. Dat is daar. Oh, zo, dat is oud. Ja, het is een beetje donker geworden, maar het is daarboven. Oké. Hoe was Nilem toen ze klein was? Hoe was ik toen ik klein was? Ik zou zeggen, wat moet ik zeggen, lief? wat is precies dat je zoekt in mijn antwoord? Laat me zien. Hoe was ik? Het is moeilijk om te zeggen hoe ik was. Bedoel je in mijn peuterjaren, kleuterjaren? Laten we zeggen vanaf peuter. Was je een stout kind? Ging je familie knijpen, slaan? Nee, dat was ik. Dus daarom ga ik zeggen lief. Ik was een lief. Iedereen zegt, je was zo'n lieve baby. Kijk nu naar je. Nee hoor, niet dat ik nu stout ben. Maar als je nog een kindje bent, dan vindt iedereen je nog lief en zo. Daarna word je tiener, daarna word je volwassen. En dan missen ze die jongere jaren. Gaan zeggen van mijn nichten vooral. You are so lief. What happened to you? ik zeg nogmaals. Dit wil niet zeggen dat ik stout ben. Dat ik nu stout ben. Oké. Heb je... Ja, je zei zelf. Jullie zijn net Tom en Jerry. Jij en je broer. Hebben jullie zeg maar ook echt gevochten? Of waren jullie wel gewoon lief? Maar jullie gingen net niet vechten. Het was WWE in huis. Oh, waarom? Is dat zo? Nog steeds is dat zo. Maar er is nu wel veel meer liefde. Hij komt, het is meer bij hem van, hij wil vechten, maar ook gewoon knuffelen. En ik ben more like mega weg. Ja, dus dat is het. Oké. En hoe was jij op de... Ja, middelbare school, lagere school. De middelbare school, de lagere school, ik zou zeggen flink. Flinker dan ik nu ben. De middelbare school ben ik eigenlijk, heb ik veel meer, zeg maar, daar leer je eigenlijk, je kan zeggen, je bent in je tienerjaren, dus je moet nog ontdekken, wat wil je precies, waar ga je naartoe, je zit, je bent een beetje confused, maar daar heb ik eigenlijk zeg maar het leven een beetje gezien wat betreft vrienden en studie en al. Dus ik zou zeggen, ik was een beetje gesloten, maar ik heb veel meer ontdekt en geleerd. Oké. Dus gesloten kan je zeggen. Ja. Gesloten. En wanneer werd je echt open of ben je nog steeds wel een beetje gesloten? Ik ben nog steeds open. Ja, ik zou zeggen ik ben open, maar ik ben voorzichtig met wie ik open ben. Oké. Ja. Oké. Dus ik ben overal, ik ben open over topics, et cetera, maar over mijn personal... thanks ben ik toch wel gesloten en heb ik een bepaalde kring met wie ik mijn dingen deel. Maar dat is denk ik over het algemeen bij ieder zo. Ja, klopt. Dat klopt. Heb jij favoriete dieren? Behalve puppy's en honden. Niet echt. Ik hou van dieren over het algemeen. Maar honden zijn toch wel gewoon mijn favorieten. Ik zou niet echt zeggen dat ik los van honden echt katten of vogels echt leuk vind. Ik blijf op honden, maar ik hou gewoon van dieren over het algemeen. Oké, ik zag laatst op Facebook zag ik een bericht voorbij komen. En iemand reed zijn auto en er kwam gewoon een slang gewoon tevoorschijn zo op zijn ruit. Heb je dat ooit meegemaakt, dat je gewoon uit het niets een slang ziet? Nee, maar ik heb wel, kijk, Suriname is een tropisch land en er kunnen van alle dingen in je motor en in je auto belanden. Wat ik wel heb meegemaakt is een kikker. Gewoon in je auto? In mijn auto. Toevallig was ik met iemand, ik reed, zij zat en
Ze begon gewoon te, we waren zo druk bezig te praten en ze begon te schreeuwen. Ik dacht, hé, wat gebeurt met haar? Maar er was een kikker tussen ja, beneden, bij de voeten, tussen de voeten. En ze is naar achter gesprongen en ik was like, ik moet rijden, wat gebeurt hier? En ze heeft het wel goed gemanaged om een kannetje ja, om die kikker te zetten, maar dat heb ik wel meegemaakt en het was niet leuk. Oké. Dat is nee, inderdaad niet leuk. Ik was vroeger bang gemaakt voor kikkers uit Suriname, dat ze blijven plakken. Ja, eigenlijk gaan ze van jou willen springen, dus niet bij je willen komen, maar ja, ze plakken wel ook overal hoor. Oké. Nou goed, we zijn weer op het einde aangekomen. En ik wil je sowieso bedanken voor het meedoen. Was gezellig, tijd ging echt heel snel. Maar was, dank je. Was leuk. Hopelijk altijd. Als iemand me nu vraagt wat de grootste blunders zijn van mijn leven, dan is het een Raja's Game Night. Hey, dat is aan de ene kant goed. Ja, het is wel goed. Leuk voor jou om dat te weten. Nee, maar hopelijk als ik snel in Suriname ben, dan zie ik je sowieso in de studio. Ja, zeker. Je bent altijd welkom en yes. Zet me gewoon een appje. Stuur me gewoon een appje en komt helemaal goed. Aan van Sandere en dan gaan we gelijk chillen. We gaan gelijk, direct. Ja, gelijk, direct. Oké, wat vond je van Raja's Game Night? Een leuke show. Je wordt gewoon on the spot gezet en je moet gelijk antwoord geven. Dus het is wel een goed ding. Het is een wel nice ding. So, je kan een beetje fun hebben. Exactly. Games night is fun. En ja, ik vind het een heel goed initiatief. Zo kan je ook gewoon de andere kant van artiesten kennen. En ja, ik vond het gezellig. Thank you. Ik vond het ook gezellig. En zoals elke week sluiten we natuurlijk met een stukje waarbij de gast zingt. Als jij er... Oké. It's yours. Heb je een speciaal nummer dat je wilt horen, Eva May? Ja, even kijken. Ik heb heel vaak je nummers afgedraaid. Laatst heb ik Hindi Afro Mashup afgedraaid. Maar echt waarvan ik echt fan ben, dat is van Basuria die je met Kiai hebt gezongen. Oké, dan wordt die het. Goed? Ja. Dus rakke meri tu kahin nahi jana dil tod ke na jana baahon mein gale lag jana basuriya phir se bajao sajan basuriya phir se bajao basuriya phir se bajao sajan basuriya phir se bajao ek hoor a lead and see credit of you. Of jij speelt het eraf, no? Nee. Dus dat, door dat hele gesprek heen heb ik constante latency. Oh mijn god. Ik zie hier ook of je een stukje Kanchan mashup kan zingen. Oké, gaan we proberen. Chadar bichhao balma, chadariya chadar bichhao balma. Neend lake chain soye rehna, neend lage chain soye rehna, chadar bichhao palma. Oké, dankjewel, was gezellig. En, oh ja, nog één nummer wil ik nog horen, nog één laatste. Ik weet nog in het begin dat je videoclips uit had gebracht. Was er een videoclip, volgens mij een van de eerste. Je zat bij een gebouw op een trap. En het enige wat ik nog weet is, volgens mij had je iets van groen aan. Lichtgroen. Oh, het was die reggae. Die reggae. Volgens mij wel. Oké. Het is het van Naturalia. Ja, niet het. Okay. Naturalia hai tumne jo dil ko nazar nahi churaya sanam badal ke mere tum dastani
Er zijn nog veel, ik denk nog drie liedjes erin. Ja. Maar als ik dat zijn al 5 minuten af hebben. Nee, was gezellig. Vond het leuk dat je meedeed. En wie weet, Dank je. tot snel. Heb je nog een laatste boodschap voor de kijkers? Waar kunnen ze jou volgen? Wat komt er binnenkort aan? Ja, wat voor boodschap ik heb. Corona is real, so please be safe. Ja, je hebt mensen die het niet geloven, maar als ze het wel in de familie meemaken en iemand verliezen, dan pas gaan ze erin geloven. En daarom zeg ik ook gewoon, blijf voorzichtig, hou je aan de regels. Het is wel depressing, al een jaar zitten we erin, maar liever, dit is dan naar je cellenhuis question. Zou je een jaar lang in quarantaine willen zitten of zou je je leven willen verliezen? Dus als je leven lief hebt, probeer je gewoon te houden aan deze regels. En verder aan de mensen die dus een talent hebben, maakt niet uit als het zingen, dansen, gedichten of wat dan ook. Laat ze ontwikkelen, ga voor je droom. Je kan het. Als je hulp nodig hebt, als ik je kan helpen met iets, als je richting nodig hebt. Ik ben geen teacher, ik kan niet doseren. Ik kan je wel mijn ervaring delen en jou zeggen welke pad ik heb gevolgd om eigenlijk te zijn waar ik nu ben. En dus je kan me altijd een berichtje sturen op Facebook, via Nila Matadien, via de Facebook-profiel of page van Freestyle. Freestyle. Ik ben op Instagram. Mijn username is Nilampje97. En ik ben ook op TikTok. Ik weet niet wat TikTok-naam is, maar ik ben er niet zo actief op. Maar je kan me altijd een berichtje sturen. Oké. Hey, thank you. En wie weet, hopelijk tot snel. Ja, ik hoop het ook. Yes. Bye bye.